Hoe kan het dat hij nog nooit trainer is geweest van Feyenoord eigenlijk? Leg dat even uit. Nou ja, ik heb Henk tot vervelens toe gepusht bij Feyenoord. Ja. Maar toen kwam meneer Arnezen en die heeft zijn eigen netwerk en die gaat het allemaal anders doen. En dan is er een jonge, pas beginnende trainer die het wel leuk doet bij AZ. En dan gaat Arnezen hem halen. En ja, dat was lullig voor Henk, want het was heel logisch geweest. Hij zit al in de buurt, hij kent de club, hij heeft er gespeeld. Ik ben ook nog zo ouderwets dat ik het niet onbelangrijk vind dat een trainer ooit bij die club gespeeld heeft. Bij Liverpool hebben ze dat jaren voorgehouden. Dat het altijd mensen waren uit de club die opschoven. Hmm. Maar heb je ooit gesproken met Feyenoord? Nee. Nooit? Nee. Dus je bent nooit een keer benaderd, in al die jaren niet? Nee. Vind je het niet vreemd? Het is zoals het gaat en ik denk niet dat ik daar heel veel invloed op heb. En sterker nog, ik heb ook gespeeld bij Sparta. Dus bij Sparta is het wel gebeurd. Ja, nee, maar goed, zonder gekheid. We hebben het vanmiddag ook even op de radio over gesproken. Maar ja. Feyenoord is toch wel een beetje de club waar je heel graag zou willen trainen, lijkt mij, toch? Als oud Feyenoord. Ik denk dat de achterban, die hadden toegejuicht als Henk gekomen was. Ja. Kijk, want nu met die jongen, ik heb niet steeds die jongen hoe heet hij ook weer? Arne Slot. Arne Slot, ja. Kijk, die hebben het prima gedaan en keurige jongen ook, maar ga er maar aan staan daar in de Kuip, want dan kom je in de slangenkuil. Hè. Dan moet je echt overleven. We hebben het aan Jaap Stam gezien, die was zo weer weg. En een advocaat, die kan het dan net tot het eind volhouden. Nou, dat is toch een personality in de voetbalwereld. Het is wel een beetje een club waar het verwachtingspatroon altijd hoger is als wat het team eigenlijk aan kan. Dat komt, kijk, bij die lege Kuipen heb je er niet zoveel last van. Maar als die Kuip echt vol zit, dan heb je altijd een soort verwachtingspatroon. En dan denk ik, ja jongens, het gaat er niet worden vandaag. Nee, als speler ook meegemaakt. Hè? Ze verwachten altijd dat je kampioen wordt. Maar het is gewoon niet reëel. Want Feyenoord wordt in de hoeveel keer? In 18 jaar of zo worden ze kampioen. Ja. En dat is waar je als trainer wel elke keer tegenaan moet botsen. Ja. Absoluut. Ja. Zo, mis niks van de Oranje Zomer. Ga naar veronicainside.nl.